Antwerp is kampioen en gaat naar eerste klasse. De hele week nog blikken we terug op de rijke, maar ook bewogen geschiedenis van de Great Old. Wembley, het oude Wembley nog, met de torens, het meest mythische voetbalstadion ter wereld. Daar ooit een keer een wedstrijd mogen spelen of bijwonen. Dat is de ultieme droom van elke voetballiefhebber. Voor bijna 20.000 Antwerpenaren komt die droom uit. Wembley is een feit. Antwerp verliest wel van Parma. Maar Cisse Severijns beleeft er zijn gloriemoment. Ik denk het moment zelf dat het misschien wel het hoogtepunt is uit mijn hele carrière. Die emotionen waren zo groot en dat is een droom om op Wembley te spelen. ...1993, de stad wordt zot. Antwerp mag naar een Europacup finale op Wembley. Ik denk, dat zijn zo zaken die je ook als supporter mee moet maken. Dat ze dan die stap van België naar Londen daar... met de auto, met de chip, met de trein en alles wat vol op Piccadilly Circus was. Alles, die mensen waren fantastisch en dat is onvoorstelbaar. 12 mei 1993, bijna 20.000 Antwerp supporters trekken naar Londen. Je ziet dan hoe voetbal is, dat je toch met voetbal veel bereiken kunt om mensen samen te vinden. Wij draaien ons nu naar het veld en daar zien we de teams, de vastberaden hoofden van de Antwerp spelers. Je komt als eerste in de kleedkamer en daar voel je voetbal, daar riekt het naar voetbal. Maar de grootste stap is halt die grasmat. Ne? Die was wirklich perfect. Ik heb nog nooit zo'n grasmat gezien. Daar betreden ze de heilige grond van Wembley. Alles bij al was het wel zo dat het voor veel spelers onder ons toch wel een enorme indruk naliet natuurlijk. Antwerp komt vroeg 0-1 achter. Maar dan is er minuut 12. Dat zijn een van de momenten geweest waar ik in mijn voetballeven dan even weg was. Jasinski mag die bal in de hand nemen, Severijns. We gaan naartoe, Cisse Severijns. Ja. En er gaat erin, Cisse Severijns scoort. Het is een wedstrijd misschien aan het worden. En Tjernia, niet zelfzuchtig. Het is pas achteraf dat ik gezien heb dat ik eigenlijk gewoon mijn vingertje in de lucht en rond. En ik ben naar Alex gelopen, die naar de sporters ging. En een deel kwam naar mij gelopen, een deel kwam naar Alex gelopen. En daar komen we allemaal samen. En ja, ik was weg. Ja, dat is, ik denk, dat was schon het belangrijkste dat we überhaupt gescoord hebben. Maar we hebben misschien te veel respect gehad voor Parma. Parma wint met 3-1 en pakt Europa Cup 2. Maar niet één Antwerp supporter die Wembley ooit zal vergeten. Dankjewel. Dankjewel, Mies. Dat je ons ploegsevaar hebt gebracht. Dat blijft in geschiedenis, ook voor de club. Dat is de laatste Belgische club die internationaal de finale heeft gespeeld. En dan nog op Wembley. Ik denk dat de nächste jaren niet meer gebeuren wird. Morgen in aflevering 5, de titel en de val terug.